Olivier Lanes, dat was met bekeravondje wel. Ja, kan je zeggen. Laatste seconde van de wedstrijd in de extra tijd. En halen hem over de streep. Wat was het voor wedstrijd? Ik denk voor de toeschouwer een leuke wedstrijd. Heel slecht begin en een heel leuk eind. En voor ons was het een zware wedstrijd, wat voetballen niet al te best was. Maar het is een bekerwedstrijd en je moet gewoon in die koker komen en ja, daar zitten we in. En al met al kunnen we misschien toch wel stellen dat we wel de bovenliggende partij waren. Maar eerst zelf vond ik het niet. Eerst zelf vond ik dat Eindhoven een stuk beter was, maar tweede helft waren wij een betere partij. Wel, wederom, 13 seconden was het maar, hè? Ja, ik vond het tegen Jong PSV al snel, maar we kunnen dus nog sneller tegenkrijgen. Maar ja, dat kan gewoon simpelweg niet. En hebben we het met het team over gehad dat we echt gewoon vanaf de starten moeten staan. En niet 1 minuut later, want dan ligt hij er al in. Dus het gaat niet meer gebeuren. Dan tegen het einde van de wedstrijd, was je misschien in je hoofd al een klein beetje aan het voorbereiden op eventueel penalties? Ja, zeker. Na 120 minuten dacht ik van, dit gaat hem niet meer worden. En ja, gelukkig uit de spervatting waar we weinig gaan scoren, vliegt hij nu een keer gelukkig in. Dus heel blij mee. Ja, de vorige editie in de bekerwedstrijd tegen Hercules, toen maakte jij hem in de laatste seconde. Was het een beetje zo'nzelfde opluchting? Nou, tegen Hercules moet je echt verplicht winnen. En Eindhoven, laten we zeggen, thuis ook eigenlijk. Maar het is gewoon extra lekker dat hij dan toch in de laatste minuut van de extra tijd valt. En het geeft gewoon een heel goed en vertrouwd gevoel naar deze wedstrijd. Ja, want morgen staat Helmond Sport alweer op het programma. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, nou ja, ze hebben een nieuwe trainer. Dus eerste thuiswedstrijd met een nieuwe trainer. Dus ik verwacht dat zij gewoon volle bak gaan druk zetten. En ik denk dat die in eigen huis zeker resultaat willen halen. Dus ik verwacht een offensief Helmond Sport die probeert veel goals te maken. En wat gaan wij er tegenover zetten? Ja, zorgen dat dat niet gebeurt en dat wij ze juist erin leggen. Dus vanaf de eerste minuut scherp, en daarna ook dan, hè? Sorry? Eerste seconde. Ja, direct niet weer na 13 seconden. Jouw rol. Alex Plat is nu uit de basis. Je hebt de aanvoerdersband. Hoe is dat voor jou? Ja, begin van het seizoen was ik als tweede aanvoerder aangesteld. Dus als hij niet zou spelen, dan was ik het een paar keer gebeurd dan dat hij eruit werd gehaald, dat ik hem dan kreeg. Maar afgelopen wedstrijd dus was van het begin. En ik zie dat toch als een compliment en een stukje vertrouwen. Ja, je hoort ook wel eens dat spelers dan toch net even anders zich gedragen op het veld. Dus bijvoorbeeld meer coachen, of is dat bij jou ook het geval? Nee, dat doe ik eigenlijk van mezelf al. Wel gewoon om me heen alles neerzetten. En dus qua verschil en of ik me anders gedraag, dat denk ik niet. Heel veel succes morgen bij Helmond. Dankjewel.